een mooi echt stukje Den Bosch, de begraafplaats Orten. Bossenaren die zeggen heel vaak, ja, die ligt op Orten. Hier in dit oude mortuarium opent halverwege december een theehuis. Een plek voor de ongeveer 600 mensen die hier elke week langskomen. Een ontmoetingsplek, even een kopje koffie, kopje thee. Misschien andere mensen, lotgenoten ontmoeten. De gemeente heeft het gebouw van buiten opgeknapt. Binnen zijn vrijwilligers bezig. Een Bosse kunstenaar maakt er nu een speciaal kunstwerk. Nou, Hanneke heeft een prachtige muurschildering gemaakt. Daar is ze nog volop mee bezig. Het zijn bloemen en de bloemen komen vooral van theekopjes. De oude theekopjes van je tante of van je moeder nog net misschien. Het is een kleine ruimte. Het voelt voor mij ook een beetje als de maat van een huiskamer. Het moet ook een beetje troost bieden aan mensen die hier komen. En ik denk dat we dat allemaal herkennen en dat het ons een prettig gevoel geeft als je hier in deze ruimte zit. Een kopje thee in het mortuarium. Er zijn meer plekken in Nederland waar het kan, maar Orten is voor zover bekend in Brabant de eerste. Ik vind het hier zo ontzettend mooi en dat wist ik niet, dat het hier zo mooi was. Zulke mooie bomen, zulk mooi licht en een heel mooi gebouwtje ook. Ja, dus ik vind het helemaal niet eng of veel met de dood te maken hebben. Ik denk dat het er gewoon bij hoort. Het is mooi. In december gaan de vrijwilligers proefdraaien met hun theehuis. Een naam hebben ze inmiddels al. Het theelicht. Ja, een lichtje op de begraafplaats. En dat is ook wat we willen. Licht geven op toch een plek die voor sommige mensen wat somber is.